Beste Bobby, je was een van de grootste iconen van onze club. Misschien zelfs wel de allergrootste. Je was een man die dag en nacht met de club bezig was. En als je er niet mee bezig was, dan dacht je eraan. Bijzonder ook omdat je alle successen, mindere tijden en overwinningen hebt meegemaakt. Ook vele spelers, waarvan er een groot aantal aanwezig hier, hebben je altijd van dichtbij bewonderd. Ze ondervonden, misschien beter gezegd, ze ondergingen je trainingen voor de conditie te krijgen en het herstel. Al voelde je niet altijd direct na de training dat het beter was, maar een aantal dagen later wist je waarvoor je het gedaan had. Dat je niet alleen bij ons, de mensen hier en Alex Ajaxide bekend bent en was, mag duidelijk zijn uit een bericht dat wij kregen van de voorzitter van de FIFA, Sepp Blatter. We vonden het zeer bijzonder en ik wil dan ook graag een stukje daarvan voorlezen. Persoonlijk, Sepp Blatter. It is with a sad heart that I write to you today, having learned of the tragic passing of Bob Harms. On behalf of the FIFA and the worldwide family of football, I wish to extend our condolences to you, to the Dutch football, and most importantly, to Bob Harms' family, friends, and loved ones. Please let them know that today the football community stands by their side. We hope that in some way our words of support may help bring a little bit of peace and solace in times of this sadness. Ik wil nu graag de eerste van vier sprekers naar voren roepen. Onze teammanager die vele jaren met Bob samen heeft gestaan, David Ent. David. Windstilte. Het heeft gestormd, maar nu windstilte. Stilte. De ijzeren man is geveld en wij gedenken hem. Vroeger, als jonge speler, kwam het niet in je op om hem Bob of Bobby te noemen. Meneer Harms. Ja, als hij buiten gehoorsafstand was, dan durfde je het. Dan had je het over Bob of Bobby. Maar op de club sprak je over meneer Harms. In met enige vrees geladen respect voor die strenge, onbuigzame meester. Wij vervloekten hem om zijn 200 meters, om bankoefeningen. Ta, 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 ta. Om zijn gebod om discipline. Om zijn niet aflatende eis om inzet die leek op constante ontevredenheid. Tot die merkwaardige stromende bevrediging in de kleedkamer, dat magische genieten na het offeren. Ja, de inhoud en de warmte van zijn stormachtige ijzeren aanpak werd pas later echt duidelijk en bleken essentiële levenslessen. Want krachtiger dan technisch-tactische zaken bracht hij je de minstens zo belangrijke Ajax-eigenschappen van karakter, doorzettingsvermogen, teamgeest en opofferingsgezindheid bij. Hey, snuiter, het is er geen speeltuinvereniging, placht hij op zijn indringende manier te verkondigen. Maar even indringend klonk het ook adel verplicht. En iedereen snapte wat hij daarmee bedoelde.
om het rood en wit van Ajax waar te zijn, moet je offeren, alles geven. Nooit verslappen en meer doen dan een ander. Altijd en overal. De menselijke trek om de ambitie te laten ondermijnen door tevredenheid geen kans geven. Hij zal best wel eens tevreden zijn geweest, Bobby. Maar de man waakte op zijn eigen manier, nukkig, grimmig, humorvol, voordat die tevredenheid ten koste zou gaan van de honger. Adel verplicht betekende ook een waardig ambassadeur te zijn van je club. Zelfbewust, maar correct, loyaal, liefdevol. De storm is gaan liggen. Windstilte. De ijzeren man is geveld. We zwijgen in verslagenheid. Stilte. Maar vanuit die stilte roept de ziel van Bob Harms om storm. Snuiters, we moeten door. We gaan door. Met schorre stem. Doe maar, nog een 200 meter. Ta, 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 ta. Gedreven door clubliefde in de geest van de IJzeren Man. Dank u. De mens achter jou leer je het beste kennen door uitspraken van spelers. Maar ook hoe spelers op jou reageerden. Het mooie van jou was dat, ondanks dat jij vaak nors en streng keek, spelers op een donder gaf. Scheidsrechter was in alle partijen, maar zeker die van 3-3 scherp. En dan ook nog niet altijd volgens de regels vloot. Alle spelers met respect jou benaderden. Bijna al die spelers hebben jou ook meegemaakt als revalidatietrainer. Zij moesten, wanneer zij geblesseerd waren geraakt, eerst langs jou om weer in aanmerking te komen om wedstrijden te spelen. Jouw opzwepende commando's. Heb je net gehoord van David Eend ook. Ik ga het direct ook nog een keer voordoen. Want dat is Bob. Jouw opzwepende commando's kunnen spelers nu nog altijd horen. Net zoals ze ook nog jouw betrokkenheid kunnen voelen. Je bracht spelers tot het randje, maar nooit eroverheen. Dat is de kunst van een trainer. Als jij tegen mij zei, hij is fit, dan was hij fit. De bank, de boog. Afhankelijk natuurlijk van de speler. Jan Klappen! Met die pink! Kijk naar de foto! Pink! Bloed aan de paal en darm in het net. Deze uitspraak behoeft geen toelichting. Bob, ik beloof je je te herinneren in je mooiste moment. Zoals al deze mensen jou zullen herinneren. Als de man die voor Ajax alles over had en terecht tot erelid is benoemd. Jij was mijn gabbe. Jij blijft mijn gabbe. Zoals jij dit ook ooit eens tegen mij zei. Rust in vrede. Goede bel. En dat als je jou niet had verbranden, zit in de ledekant.
Bob 75 jaar werd, een paar maanden geleden. Wij kwamen terug uit Eindhoven, al een dikke nederlaag geleden tegen PSV. En ik had met Henk en Antoinette afgesproken dat we Bob gingen bezoeken. Dat was op de intensive care op die zondagmiddag. En het was eigenlijk de laatste keer dat je nog enigszins met hem kon communiceren. Daar lag hij, broos in dat bed, maar nog wel groot. Verstaan kon je hem eigenlijk niet. En ik gaf hem toen een bronzen kop van ons embleem. Die had hij al eens gehad, maar die was hij kwijtgeraakt. En ik gaf hem een nieuwe. En ik denk echt met ontroering terug, niet aan wat hij toen zei, maar dat beeld wat hij beetpakte en in die grote handen hield en stevig vastgeklemd hield, dat was het beeld wat ik mij wil blijven herinneren. Dames en heren, voor ik verder ga, zou ik eerst Danny Blind willen vragen om zich naar de tribune te begeven. Dames en heren, Danny vertegenwoordigt daarbij al die mensen met wie Bobby zo intensief heeft samengewerkt. En ik zou u willen vragen om allemaal te gaan staan. Lieve Bob, als je er nog zou zijn en je zou daar staan op het balkon van de bestuurskamer met een glas whisky in de hand, dan zou je zeggen, mooi hè, die volle tribune. En ik zou dan zeggen, ja Bob, heel mooi. Die Bobby Heims tribune is geheel uitverkocht. En het applaus Bob, dat applaus van onze Ajax-familie is jouw applaus.